word wakker hier op het strandje. En de stem zegt, leef je nog, mijn jongen? En gelijk staan de drie super cutie Pokémon voor mijn neus. Yo, Nintendo fans. Dit is het moment waar jullie al maanden op wachten. We beginnen met Pokémon Legends Arceus. Want volgens mij zeg je het nu toch zoals Arceus en niet Arceus. Anyway, we zijn welkom in zijn domein. En die bevindt zich achter tijd en ruimte. En dat kennen we natuurlijk nog uit Pokémon Brilliant Diamond de Shining Pearl. Het is goed dat jij hier bent, zegt de stem. En ik ben wat mensen noemen Arceus. Oh man, wat vet. Oké, ik heb hier zoveel zin in. Maar nu wil ik weten wie jij bent. Nou, even poppetje kiezen. Ik ga gewoon voor de eerste guy. Wat is je naam? Yo, mijn naam is Rikachu. Dus doe even je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten als je gewoon deze hele serie wil zien. Ook jij, Arceus, abonneer. Ik merk het als jij niet abonneert. Je zal snel uitvinden dat jij je in een rare wereld bevindt, vriend. Een wereld die wordt bewoond door werkelijk magnifieke creatures genaamd Pokémon. Zoek alle Pokémon. En vind mij dan nog een keer. Oké, dus nu weten we gelijk het doel van deze game. Alle Pokémon vinden en naar Arceus toe. Hallo, oké. Ja, normaal gesproken word je wakker in een bed of zo. Maar nu ben ik verloren in time en space, zo te zien. Ah, oh, ik heb wel een vrij moderne telefoon. Althans, ja, zo, dat lijkt echt op een iPhone, jongen. Gewoon een blauwe iPhone, jongen. Wat gebeurt er allemaal? Wat gebeurt er dan? Geef mijn telefoon terug! Arceus! Geef mijn telefoon terug! Dit is zo tekenend voor de wereld van tegenwoordig. Er is niks belangrijker in de wereld dan je telefoon. Ook niet als je de god zelf ontmoet. Als er nog gedraaid allemaal om je telefoon. Pokémon Legends Arceus. Daar beginnen we. Ah! Zoveel zin in. Wakker worden! Oké. Ik word wel gewoon wakker in mijn bed, of niet? Nee, niet. Ik word wakker hier. Ah, ik word wakker hier op het strandje. En de stem zegt, leef je nog, mijn jongen? En gelijk staan de drie super cutie Pokémon voor mijn neus. Oh. En we moeten nu zeker gelijk de keus gaan maken voor de starter Pokémon. Nou, dit ziet er wel cool uit op zich. Er zijn heel veel klachten over dat de game lelijk is, maar het begin vind ik nog best goed. Deze meneer zegt, ah, je liet me erg schrikken. Je viel gewoon uit de lucht. Maar gelukkig ben je oké. Ben je in orde? Ja, ik voel me gewoon goed. Maar waar ben ik eigenlijk, vraag ik me af. We zijn op Prelude Strand. En hij zegt, man, ben je zo hard gevallen dat je niks meer kan herinneren of zo? Ben je zo in de war? Nou, een beetje wel, ja. Mijn avontuur begint hier. Ik weet helemaal niet wat ik hier doe. Ik weet nog niet eens waar de game om draait eigenlijk. De meneer zegt, nou, je ziet er wel een beetje gek uit qua kleding. Heb je hier eigenlijk wel wat te zoeken of... Ik zei, ja, geen idee of ik hier wat te zoeken heb. Ik schud mijn hoofd en ik denk, nou, je weet niet hoor. Hij zegt, nou, volgens mij ben je toch echt wel behoorlijk in de war. Mag ik zeggen waar je bijvoorbeeld naartoe kan gaan? Heb je een plek om te slapen? Nee, ik heb geen plek om te slapen. Ik lig hier gewoon lekker op het strand. Tussen de pello-seintjes en zo. En de meneer zegt, dus je kent niemand hier. En je hebt geen eens plek om te slapen. Nou, dat is mooi. Ga je het wel overleven? Nou, ik vertrouw op mezelf. Op een of andere manier ga ik best wel overleven, denk ik, jongens. Ja, dat komt wel goed. Nou, de meneer heeft te weinig vertrouwen in, zo te zien. En hij zegt, nou, er is geen man in de wereld die zo'n persoon gewoon alleen zou laten. En ja hoor, we mogen gaan kiezen voor de starter Pokémon. Oké. Hij heeft deze drie gewoon net gevangen. Vlak voordat ik uit de lucht kwam vallen. Het is net alsof ze wisten dat jij hier was. En hij zegt, je weet niet eens wat een Pokémon is. Nou, ik ben dan wel letterlijk op mijn achterhoofd gevallen. Maar wat een Pokémon is, dat weet ik nou ook wel, meneer. Tuurlijk weet ik dat wel. Hallo, ik ben niet gek Henkie. En hij zegt, nou, dan hebben we toch nog iets gemeenschappelijk. Ja, deze drie Pokémon zijn van mij. Oh, nou moeten we onze naam vertellen. Ja, meneer, wil jij ook even duimpje omhoog en abonneren op mijn YouTube-kanaal? Ja, hoe heet jij eigenlijk, vriend? Hij zegt, ik heb mezelf niet eens voorgesteld. Ik ben Leventon en ik ben hier de Pokémon professor. En ik probeer Pokémon beter te begrijpen. Net als deze drie Pokémon hier die nu keihard wegrennen. Zijn ze wel van jou?
Lekkere Pokémon-professor ben jij, jongen. Nou, we moeten ze gaan zoeken, deze drie makkertjes. En de vraag van de dag, die sluit hier natuurlijk bij aan. Want mijn vraag van vandaag is... welke van deze drie Pokémon ga jij kiezen? Ik moet je eerlijk zeggen, ik was eigenlijk altijd wel Team Rowlet. Ik vind Rowlet veruit de tofste van deze drie. Maar toen gebeurde er iets. En nu twijfel ik of ik Rowlet wel wil kiezen. Ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ik een van die andere twee ga kiezen. Is het nog een niet andere telefoon? Nou, even wat anders. Ik sta trouwens in Jump Power. Dat is een superleuk magazine dat nu te verkrijgen is in de tijdschriftenhandel en de supermarkten. Ik ben namelijk gasthoofdredacteur. Kijk, er staat een heel artikel over mij in. En ook allemaal uitleg over Pokémon Legend Arceus. En daar staan er overal van die toffe illustraties van mij bij. Moet alleen wel weer mijn baard laten groeien. Ik krijg hier voor de rest niet voor betaald, maar ik vind het wel gewoon leuk om aan jullie te laten zien. Dus ga checken als je wil in de supermarkten of bij tijdschriftenhandel. Maar nu moeten we even deze super sikke telefoon gaan checken. Oeh, dit ziet eruit als de Arceus phone, jongen. Maar het is geen telefoon, het lijkt alleen maar op een telefoon. Oh, het is wel een telefoon, oké. Maar het heeft van vorm veranderd. Ja, Arceus heeft iets met deze telefoon gedaan, jongen. En er komt een berichtje op het scherm. Ik geef aan jou deze Arc-telefoon. En jouw missie is zoek alle Pokémon. Oké, dat gaan we doen. Eerst maar even op zoek naar die eerste drie. Waar zijn ze, jongen? Waar zijn ze? Dit zijn gewoon mijn allereerste stappen in het oude Sinnoh. El Professor! Ah, hij heeft weer gemist. Oh, nee. Hij zegt, ik ben blij dat je me komt redden, mijn vriend van de lucht. Ik wilde die wegrennende Pokémon vangen door Pokémon hun kant op te gooien, maar ik ben niet zo heel goed daarin. Jij mag dit gaan doen, maar misschien moet ik jou eerst iets vertellen. Nou, dat is Rowlet. Ja, ach, van deze starters, Rowlet blijft gewoon het tofst en het schattigst, leukst van alle drie, vind ik. Hij zegt, Rowlet kan fotosynthese doen als een plant. En hij gebruikt zijn scherpe veren in battles. Oh, man. Normaal gesproken zou ik altijd Rowlet kiezen uit deze drie. Maar ik ga jullie niet spoilen. Maar er is een reden waarom ik dat niet ga doen. Dus nu twijfelen we tussen Cyndaquil, de vuur-Pokémon. Ah, de vlam op de rug brandt als die wordt verrast of hij zich irriteert. Yo, Cyndaquil. Is toch ook wel cute eigenlijk. En daar, daar jongens, is Oshawott. Kijkt wel een beetje chagrijnig. Hallo. Oshawott slaapt als hij drijft over het water. En hij kan battelen met die schelpachtige vorm die op zijn buik zit. Hallo Oshawott. Wow, scherpe tanden, vriend. Nu gaat hij ons uitleggen hoe we Pokémon moeten vangen. En dat is wel nieuw. Dat is eindelijk een keer nieuw in een Pokémon game. Dit zijn Pokéballs. Ik vind dit trouwens wel echt super sikke Pokéballs. Ik wil echt een replica van zo'n Pokébal hebben. De allereerste Pokéballs ooit. Want dit is Sinnoh. En echt heel veel jaar geleden. Voordat überhaupt de eerste Pokémon game in de tijdlijn uit is gekomen. Dus dit is gewoon van vroeger. Een hele oude Pokéball. Oh, we hebben er gelijk 50 gekregen. What? Super chill. En je kan dus nu Pokéballs ook craften als je de materialen daarvoor hebt. Dus je hoeft ze niet altijd te kopen. Je kan ze ook zelf maken. Dat is best wel cool. Oké, nou, hij gaat even uitleggen. Iedere Pokémon kan krimpen als die in een Pokéball gaat. Ja, oké. Pokéballs zijn nog maar net uitgevonden hier. We moeten het naar een Pokémon gooien en misschien gaat die dan wel in de Pokéball. En hij wil dus dat we hem gaan helpen. Want hij is er zelf niet zo goed in. Oké, let's go, let's go. We gaan er één vangen. Maar ja, gaan we dan daar naar Oshawott? Gaan we daar naar Rowlet? Of gaan we Cyndaquil zoeken? We gaan niet naar Rowlet. We gaan Cyndaquil vangen, jongens. En laat me vooral in de reacties dus weten welke Pokémon jij hier hebt gevangen of welke jij zou willen vangen. Ik ga hier voor Cyndaquil. Yo! Kom maar. 1. 2. Yo, 2. Ja, lekker. We hebben hem. We hebben onze allereerste Pokémon gevangen. Yay! We zijn die echte pro. Je weet zelf. En die andere twee die zijn keihard weggerend. En hij zegt, dit is best wel vreemd. Jij bent helemaal niet bang voor Pokémon, hè? Nee, ik ben helemaal niet bang voor Pokémon. Ik vind Pokémon alleen maar leuk. Oh. Hier is die. Oshawott, kom je ook? Moeten we ze alle drie vangen? Oh, we moeten ze alle drie vangen. Ja, en je ziet het, we hebben ze ook nog niet in het team. Oshawott, yo, kom maar. En nu dus Rowlet eventjes opzoeken. En die loopt daar. Rowlet! Piem! Hij was er helemaal klaar voor, zag je hem? Oh, Rowlet rent weg. Oké, we moeten nog een keer proberen. Ja, jij weet al dat ik jou niet ga kiezen, hè? Daarom wil je gewoon niet terug de Pokéball in. Jij wil gewoon vrij zijn. Ja, we hebben ze allemaal terug. Ze willen nog niet naar iemand luisteren, deze Pokémon. Ze kwamen naar de stad toe alsof ze uit de lucht zijn komen van...
En nu denkt hij, Rikachu is uit de lucht komen vallen, deze Pokémon ook. Hij begint het te snappen. Ik laat even mijn telefoon zien aan de professor. Ik wil even flexen met mijn brand new iPhone. Ook laat mijn berichtje even zien. Hij zegt, dat is een raar apparaatje. Misschien zorgt hij er wel voor dat jij ergens naartoe geleid wordt. Hij wil iets met ons delen. Hij heeft natuurlijk de droom om alle Pokémon te vinden. Dezelfde droom als Arceus. En daarom heeft hij een Pokédex gemaakt. Ja, en hij heeft een probleem, want hij wil dus de Pokédex vullen, maar hij kan zelf geen Pokémon vangen. Oké, let's go. Dat avontuur begint. We gaan elkaar helpen. We gaan het doen. Ik heb hier zin in. En hij zegt, wie je dan ook mag zijn en waar je dan ook vandaan komt, ik verwelkom je met open armen. We hebben een Pokédex om compleet te maken. Oké, we moeten eerst terug naar het dorp. We moeten naar Jubilife Village. Oh, ik kijk naar de lucht. Ik zie iets in de lucht. En het is geen Rowlet, denk ik. Het is ook geen Arceus, maar het is een barst in de tijd en ruimte boven de berg. Dus we zullen wel naar die berg moeten op het moment dat we dus de Pokédex compleet hebben. Leventon bedankt de wachter dat hij de wacht heeft gehouden. En hij stelt mij voor aan de wachters. Hallo, ja. Hoi. Wil je ook even liken en abonneren? Dat zou echt super chill zijn. We hebben bijna 70.000 abonnees. Dit is Jubilife City. Het stadje waar van alles en nog wat staat te gebeuren. Denk ik. Ik weet het niet. Ik hoop het. Hallo. Ja. Nou, ziet er goed uit. Hier kan je wel een feestje bouwen, denk ik. Op dit mooie pleintje tussen al deze huisjes. Dit is Jubilife City en het is... dat ging veel te snel. Dit is Kanawha Avenue, waar we nu lopen. En deze stad is maar 2 jaar geleden gebouwd. En er is nog heel veel wat we niet weten over deze stad. We weten ook weinig over de lokale Pokémon, want mensen willen niet... mensen durven niet naar buiten. Nou, daar in de verte is de Galaxy Hall. Dat is het hoofdkwartier. Het ziet er op zich toch wel prima uit, voor mijn gevoel, hoor. Tot nu toe. Er zit wel veel popping in, dus dat er veel dingen verschijnen in de verte en zo. In één keer zo ploep. Oh, ik was bijna vergeten. Ik moet gaan rapporteren dat we de ontsnapte Pokémon hebben gevangen. En wij moeten wachten in de kantine. Ja, gast. Wanneer krijg ik nou mijn starter Pokémon? We moeten voorbij de brug, dan naar links. Oké, ja, ik ga het vast wel vinden. Oh, ik word gebeld door Arceus. Hallo Arceus, hoe is het? Oh, dit is mijn kompas. Ja, dit laat zien waar ik naartoe moet. Daar, 35 meter. Ja, de duidelijker kan niet, jongens. Let's go. Ik wil sappie drinken in de kantine. Oh, zo, niet zo boos kijken, jongen. Waarom doe je zo boos? Hij zegt, nou, zie jij er niet verdacht uit? Ja, een beetje wel, hè? Oh. Alleen de mensen van het Galaxy Team mogen hier naar binnen. Oké, nou, lekker gasvrij. Jongen, lekker aardig. Ik zit helemaal mijn best te doen hier en dan ga jij zo stom doen tegen mij. Hey, hallo. Die zegt, wie ben jij? Ik heb nog nooit iemand zo gekleed gezien. Wat als je zou worden aangevallen door een Pokémon? Je zal helemaal verscheurd worden in deze kleren. Als de wachter je heeft doorgelaten, dan moet je wel iets te doen hier hebben hier in deze stad. Heb je Professor Leventon ontmoet? Ja, inderdaad. Iedereen hier heeft nogal moeite met Pokémon vangen, zo te zien, want zij ook. Zij is ooit zelf geraakt door een thunder move van een Pokémon. Oh man, nou, ik kan jullie daar wel bij helpen, denk ik hoor. Oh, Leventon is weer terug. Hallo. Hij zegt, nou, alles zal nu wel goed komen. Rikachu gaat ons helpen met de Pokédex. Oh, mevrouwtje kijkt ook boos. Ze is teleurgesteld. Ik denk dat zij dat wilde doen. Ze zegt, hallo, je laat hem dat doen? Wat? Je kan niet zomaar iedereen die je tegenkomt een badge geven. Oh man, Captain Celine, dit is Akari. Jeetje, we worden voorgesteld aan letterlijk iedereen. Deze meneer kijkt ook al zo boos. Dit is de kapitein van de Galaxy Team. Celine heet hij. Of Silen, of weet ik veel wat hoe je dat uitspreekt. Professor Leventon heeft mij net verteld hoe jij hem hebt geholpen. En nu wilde hij jou eten geven. Nou, dat klinkt top. Celine zegt, hey, je lijkt wel 15. Nou, bedankt. Oh, dat is gewoon oud genoeg. Oké. Morgen kunnen wij laten zien of wij het wel waard zijn om hun te helpen. Nou, nu gaan we even lekker eten. Goed idee, ik heb echt honger. Ja, en nu mag ik wel naar binnen, hè? Ja, als zij erbij zijn, dan mag ik wel naar binnen. Leventon geeft even de bestelling door aan de kok. Nom. Lekker, man, Benny. Lekkere potatootjes. En Akari die vraagt, waar heb je deze meneer eigenlijk ontmoet? Waar heb je Rikachu ontmoet? En hij begint uit te leggen, nou, hij viel gewoon uit de lucht. Gewoon, ja, dat gebeurt hier elke dag. Dat is gewoon normaal. Er vallen hier elke dag mensen uit de lucht. En Akari zegt, nou, dag. Je bent gestoord. Jij spoort niet, jongen. En Leventon die zegt weer, ja, kom op. Ik ben een scientist. Ik ben een onderzoeker. Een uitvinder. Hoe je het noemen wil. Het zijn gewoon facts. Ik spreek facts. Nou, hij vindt Pokémon maar hele enge wezens. Nou, dat valt wel mee, hoor. Pokémon zijn cool. Rustig, man. En Leventon vertrouwt op mij. Die zegt, niemand in het Galaxy Team is zo niet bang van Pokémon dat hij zo snel 3 Pokémon kan vangen. Dit is onze topvanger. Nou, Kari zegt ook, 3? Wat? Nee, joh. Hoe dan? Nou, gewoon een Pokéball gooien en klaar. Dat was het. Dat was helemaal niet zo moeilijk. Nou, ik heb mijn maaltijdje opgegeten. Maar nu
moeten we een trial gaan doen. Nu moeten we bewijzen dat we het echt waard zijn om hier aan te mogen gaan werken. Om Pokémon te gaan vangen voor professor Leventon. En Celine zegt, vannacht mag je ergens slapen. Kom maar in ons hoofdkwartiertje. Nou, dat ziet er behoorlijk chill uit. Maar als jij faalt, dan word je gewoon uit de stad gekikt. Zo zijn wij hier. Je moet je waarde bewijzen. En als het niet lukt, dan laten we je gewoon lekker in het wild rondlopen. Dan word je aangevallen door Pokémon. Is gewoon jouw probleem. Jeetje man, wat een aardige mensen hier allemaal. Nou, welterusten allemaal. Slaap lekker. Doei, dag. Good night. Oh, we kijken naar de lucht. Ja, er is een rift in de lucht. Mensen vallen eruit. Deze wereld zit vol mysteries, zegt Akari. Ik loop langzaam naar mijn bed en morgen is de grote dag. Morgen gaan we de trial doen en kijken of we in deze regio mogen blijven. Ik neem je weer stap voor stap lekker mee door deze game, door Pokémon Legend Arceus. Dus als je dat wil blijven volgen, vergeet niet te abonneren, jongens. Zet het belletje aan, want dan mis je niks. Kanaal die duimpjes omhoog voor de support. Een hele nieuwe serie op dit kanaal. Mazzel!